Goedendag beste leerlingen, welkom bij de tweede les over Mamma Medea. We gaan het vandaag hebben over de dramatische personae en we gaan een vergelijking maken tussen Euripides en Landois, dus tussen het oorspronkelijke stuk van Medea en tussen Mamma Medea van Landois. Goed, je hebt je cursus nodig en je neemt die alvast op pagina 316. Je neemt je cursus op pagina 316. Voor we beginnen met oefeningen, ga ik eerst even wat theorie geven en die vind je ook terug in je groen kader op pagina 316 dus. We gaan het hebben over de dramatisch personae. Wat is dit? Dit staat altijd aan het begin van een theaterstuk. Je kunt dat altijd aan het begin vinden. Dat is namelijk een opleisting van alle personages die optreden in een toneelstuk. Dus van alle personages die zullen deelnemen aan het stuk. Vaak krijg je de naam van de personages en dikwijls ook de persoon die dit personage zal spelen. Dat staat natuurlijk in de informatiebrochure of brochuurtje dat je telkens meekrijgt als je naar een theaterstuk gaat. Daarin kun je informatie vinden over de protagonist, de antagonist en de tritagonist. Als je niet meer weet wat dat allemaal is, protagonist weet je waarschijnlijk nog wel. Het hoofdpersonage, antagonist is de tegenspeler van de protagonist. Oorspronkelijk hadden we enkel een protagonist en zijn koor. Het koor dat dan het stuk begeleidt, dat was in de oorspronkelijke Griekse, in het oorspronkelijke Griekse theater. Later is daar een antagonist bijgekomen als tegenspeler van de protagonist. Dat was dan altijd de tegenstander van de protagonist. En nog later is daar dan een derde personage bijgekomen, de tritagonist. En de tritagonist is eigenlijk ook de slechterik, ook de tegenspeler van de protagonist. En je merkt ook, er zijn meestal geen twee tegenspelers van een protagonist. Dus als we een tritagonist hebben, dan kan de antagonist veranderen van een tegenspeler van de protagonist naar een medespeler van de protagonist. Dus als je een tritagonist hebt, dan is je antagonist eigenlijk de medestander van de protagonist. Goed, nu je dit stukje theorie gezien hebt, zou ik graag hebben dat je naar je werkboek kijkt op pagina 315 tot en met 316. Ik heb al gezegd, we gaan Medea van Euripides en Medea van Tom Lanois met elkaar vergelijken. Je ziet daar de dramatische personae staan van Euripides en die van Lanois. Wat valt op als je die met elkaar vergelijkt? En het is een heel makkelijk antwoord. Dus kijk even naar al die dramatische personages, naar al die personages. Vergelijk dat met elkaar. Wat valt er op? Hopelijk had je door dat er bij Lanois veel meer verschillende personages zijn. Je hebt daar een hele lijst, terwijl die bij Euripides vrij kort is. Goed, nu dat duidelijk is, gaan we over naar het echte werk. We gaan een paar scènes van Euripides en Tom Lanois vergelijken. Dat is in je werkboek, oefening 4b. We beginnen, je moet eigenlijk de openingsscène en de slotscène van Medea en Mama Medea vergelijken. Wij gaan gewoon beginnen met de openingsscène. Die staat in je werkboek op pagina 316 tot 318, tot en met 318. Wat gaan we doen? Wel, ik ga voor jullie Euripides voorlezen, het begin van Medea van Euripides voorlezen. En dan lees je Mama Medea van Tom Lanois, dat lees je dan even zelfstandig. Ik begin met de openingsscène van Medea van Euripides. Het is een proloog en er is een voedster aan het woord. Ach, was het schip, de Argo, maar niet gevlogen door de donkere simpele gade naar het land der Kolchiers. En was in de dalen van de Pelion maar nooit gevallen, omgehakt, de pijnboom. En hadden maar nooit geroeid de handen van de voortreffelijke mannen die de gouden vacht voor Pelias gingen halen. Want dan was mijn meesteres Medea niet gevaren naar de burchten van het land van Iolcus. In haar hart, verbijsterd door liefde voor Jason. Dan had zij niet de dochters van Pelias overreed om hun vader te doden, en woonde nu niet in het land van Korinthe met man en kinderen. Wel wekt zij sympathie bij de burgers, wier land zij bereikte in haar ballingschap, en zij schikt zichzelf in alles naar Jason, en dat is toch
de beste garantie voor geluk. Wanneer een vrouw niet tegen haar man in opstand komt. Maar nu is alles haat en het liefste is ziek. Want zijn eigen kinderen en mijn meesteres verradend, slaapt Jason in een koninklijk huwelijksbed. Hij is getrouwd met het kind van Creon, die heerst over het land. Medea, de ongelukkige, vernedert, schreeuwt de ede, roept van de rechterhand de grootste trouw aan en roept de goden tot getuige wat voor dank zij van Jason terugkrijgt. Zij ligt zonder eten, haar lichaam overgevend aan verdriet en pijn, laat de hele tijd wegsmelten in tranen sinds zij merkte dat zij door haar man onrechtvaardig behandeld is. En zij slaat haar oog niet op en maakt haar gezicht niet los van de grond. Als een rotsblok of een golf van de zee luistert zij naar de raad van dierbaren en reageert niet. Behalve als zij af en toe haar sneeuwwitte hals draait en bij zichzelf jammert om haar dierbare vader, een land, een huis, die zij verriet om mee te gaan met een man die haar nu vernederd houdt. De rampzalige heeft nu door schade en schande geleerd hoe belangrijk het is niet gescheiden te zijn van het vaderland. Goed, dat was de openingsscène bij Euripides, dat was het begin van Medea bij Euripides. Nu ga je zelf aan de slag met Tom Lanois. Je leest daar de openingsscène van Mama Medea. Laat je maar volledig gaan, er zijn verschillende personages. Je hebt Chalciope, je hebt Colchis, je hebt Frontis, je hebt het personage Melas en... je hebt uiteraard Jason en Medea. Enfin, uiteraard, in de vorige scène had je die niet natuurlijk. Je hebt Jason en Medea ook. Laat je maar volledig gaan. Doe verschillende stemmetjes. Lees het fragment. En probeer dan eens na te denken. Welke verschillen zie je hier allemaal? Zet even het filmpje op pauze. En dan gaan we door naar de correctie. Goed. Er is een groot verschil natuurlijk tussen Euripides en Lanois, want je hebt ten eerste bij Euripides een voedster die in de proloog een samenvatting geeft van de gebeurtenissen. Dat betekent dat alles eigenlijk al gebeurd is. Alles heeft eigenlijk al plaatsgevonden. Jason heeft Medea al bedrogen en hij is al met de dochter van Creon getrouwd. Dat is dus allemaal al gebeurd. Dus eigenlijk... een heel groot deel van het verhaal is al gepasseerd. En dat is niet zo bij Lanois, want Lanois begint echt bij het begin van het verhaal, begint bij de ontmoeting tussen Jason en Medea. Dus bij Euripides heb je één voedster die alles vertelt wat er al gebeurd is. Een groot deel van de actie vindt dus plaats voor het effectieve theaterstuk. En bij Lanois heb je verschillende personages en zie je effectief de ontmoeting tussen Jason en Medea. Dan gaan we over naar de slotscène. En voor die slotscène, die moet je niet zelf lezen, want daarvoor heb ik een verrassing, maar je zult even naar het andere filmpje moeten gaan. Jason en Medea, je hebt het andere filmpje normaal gezien wel gevonden in het bericht van mevrouw Leliaert of van mezelf. Dus zet hier even op pauze en luister even naar Jason en Medea, die de slotscène van Euripides en van Tom Lanois spelen. Zet hier even op pauze. Goed, hopelijk hebben jullie er even hard van genoten zoals meneer Van den Driessen en ikzelf. We gaan over naar de correctie van het verhaal. Wat is het grote verschil hier natuurlijk? Wel, bij Euripides is het zo dat Medea haar kinderen vermoord heeft. En Jason die blijft verweest achter, om het zo te zeggen. Die kan zijn kinderen niet meer aanraken, die kan zijn kinderen niet begraven. En bij Tom Lanois is het heel duidelijk dat er een moderne bewerking is, want er wordt gebruik gemaakt van een revolver. Dus de revolver wordt gebruikt om de kinderen te vermoorden, uiteraard. Maar een heel belangrijk verschil is ook dat zowel Medea als Jason elk een kind vermoorden. Heel belangrijk verschil, want op die manier is de schuld verdeeld. Je hebt Medea die schuldig is, maar Jason is even schuldig. En je hebt dan ook een afsluitend moment waarbij zowel Jason als Medea eigenlijk even pauzeren, even een sigaret roken samen en nadenken over wat ze dan gedaan hebben, over hun eigen schuld en hier even over reflecteren.
Vraag C. Die in je werkboek op pagina 319 staat, laten we voorlopig even over. En we gaan direct naar oefening 5 in je werkboek op pagina 320. We gaan een fragmentje bekijken van Tom Lanois. Die spreekt over zijn versie van Mamma Medea. Dus die zijn Mamma Medea beschrijft en die een paar vragen daarover beantwoordt. En jullie moeten daar natuurlijk ook vragen over beantwoorden. Dus pagina 320 in je werkboek. Eerst en vooral, hoe worden Medea en Jason in de inleiding beschreven? Dan, waarom geeft Lanois wel het volledige verhaal in zijn theaterstuk? Op welke manier speelt Lanois met het idee van barbaren tegen beschaafden? Leg uit waarom dit opnieuw verwijst naar de reden waarom Medea een relatie met Jason onmogelijk vond. Hoe verwoordt Jason die moeilijkheden, dus die onmogelijkheid van die relatie? Hoe verwoordt Jason dat? En wat zegt Lanois over het taalgebruik in zijn Mamma Medea? Dan moet je daar dit fragmentje ook even bij nemen. Dat fragmentje lezen. En zo kun je een beter antwoord geven op vraag 1. En dan als laatste, dat Medea uiteindelijk haar kinderen vermoordt, bleek voor Lanois minder van belang te zijn. Waar draaide het bij hem wel om? Dus herhaal misschien nog even de vragen, bekijk misschien nog even de vragen. En dan bekijk je het filmpje. Veel succes. Probeer een zo goed mogelijk antwoord te geven. Na het filmpje zet je uiteraard dit filmpje dan op pauze. En probeer je de vragen te beantwoorden. Veel succes. Medea, dat was die vrouw die haar eigen kinderen vermoordde om zich te wreken op haar ontrouwe man. In het toneelhuis in Antwerpen ging donderdag een nieuwe bewerking van deze klassieke tragedie in première. En Tom Lanois scherpte daarvoor de pen. In Mamma Medea is de Vlaamse Els Dottermans de barbaarse koningsdochter Medea. En de Nederlander Han Kerkhoffs, ook in het echte leven haar echtgenoot, speelt de beschaafde Griekse held Jason. Ze worden verliefd, zij verraadt vader en land om hem te volgen en dan begint het drama. Gerard-Jan Reinders regisseert. De punchline die op de affiche staat, die ook in de radiospot gebruikt wordt, is: ik wilde u zo gaarne kwetsen. Dat is wat Medea zegt tegen Jason. En dat is uiteindelijk waar het stuk om draait. Een ontleding van de liefde op elk mogelijk moment. De coup de foudre en de argeloosheid in het begin, gesitueerd in een mystiek, passioneel, vreemd land, een barbaars land, wat hoort bij de grote passie in het begin, Kolchis, en dan uiteindelijk de sleur van het huwelijk, de ontleding, en wat blijft er dan nog over van die liefde? En dat ze er nog altijd is, misschien als litteken, maar ze is er nog. En ik wist hier, goed, daar moet het over gaan. Een ontleding van de liefde. Door mijn verdwazing en tot uw verbazing gaf ik mijn prijs met niet één kost of ijs. En deed zo alle vrouwen oneer aan. Maar heb het lef niet mij nog weer te schampen. Gaat niet zonder mij. Laat mij niet achter. Aanvaard mij. Neem mij mee. Ik ben voortaan uw zus, uw dochter en uw vrouw. Omdat ik niets ben zonder u. En met u alles gelijk gij alles zijt voor mij. Ineen, familie, vrienden, geheugen, hoop, dood. Ik heb me wel verwittigd op voorhand dat ik geen huwelijksconsulent zou komen spelen in het werkelijke leven. Maar mede door hun het feit dat zij ook man en vrouw zijn en allebei acteur, zijn wij al snel op die verdeling uitgekomen van laten we een van de lijnen van de bewerking, zijnde de barbaren tegen de zogenaamde beschaafden, laten we dat misschien eens proberen uit te leggen volgens de lijnen Nederlander-Vlaming. Wees mijn beschermer. Toeverlaat mijn man. Als dat vergeeft me dat ik ween niet kan, doorsteek dan ogenblikkelijk mijn keel. Medea, alsjeblieft beheers je een beetje. Je doet me pijn. In de gesprekken kwamen we hoe langer hoe meer uit van ja, als je die twee nu eens mengt en je aan Nederlanders Vlamingen neemt en ook nog eens binnen dat Nederlands en dat Vlaams een andere vorm kiest, een oude vorm van toneeltaal, vijfvoetige jambe, een nieuwe vormtaal, ja, echt proza, zoals het gesproken wordt op dit moment in de rand staat, een bijna naturalistische spreektaal,
zou dat geen interessante botsing opleveren? Die al die andere botsingen uitvergroten. Man, vrouw, vreemd, vertrouwd, passie, rationaliteit, vrouwelijkheid, mannelijkheid. Dus al die dingen vielen netjes in de plooi op die manier. Ja, goed, ik ben dan misschien niet zo stormachtig in mijn gevoelsuitingen, zeg maar. Hè. Dat is bij ons nu helemaal niet zo het gebruik. En ikzelf, ik zit nog minder zo in elkaar. Ik ben meer het type van beide benen op de grond. En doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar ja, daarom gaat wat ik voel toch niet minder diep. Snap je? Mij verwonderde altijd hoe weinig het vermoorden van de kinderen mij deed. En daar ben ik eigenlijk vanuit vertrokken. Hoe komt dat eigenlijk? En waarom is er op het einde vooral bij het oorspronkelijke stuk van Euripides iets wat stokt? Ik ben er nu achtergekomen dat, hoe vreed het ook klinkt, het opofferen van die kinderen niet zoveel moet betekenen. Maar wel de schok van, die mensen gaan zo ver door in het om de liefde strijden tegen elkaar, wat ook een vorm is van vrijen, uiteindelijk. Dat die kinderen bijna onbelangrijk worden. En dat het bijna logisch is dat je uitkomt bij Who's Afraid of Virginia Woolf, waar George en Martha vechten over een imaginair kind. Maar dan denk je van, imaginair of niet, als dat kind er zou geweest zijn, die strijd zou niet minder hevig geweest zijn. Dus dat was dan toch ook een van de modellen. Ik ben niet altijd meester van mijn woorden. Van kindsbeen is mijn spraak gemutileerd. Ik praat gelijk ik ben gebekt, ik bijt. En raak het niet meer kwijt. Iets anders heb ik nooit geleerd. Ik bas, ik blaf. Nog meer ten overstaan van wie ik lief heb, dan ten overstaan van wie mij degoteert. Dan zorgen we er toch gewoon voor dat je blijft bijten. Akkoord. Ik bijt naar u tot in de eeuwigheid. Goed, dat was het fragmentje. Hopelijk was dat duidelijk te verstaan. Bekijk nog even de vragen. Zet even op pauze, want we gaan zo dadelijk naar de correctie. Oké, eerste vraag. Hoe worden Medea en Jason in de inleiding beschreven? Wel, Medea wil zich wreken op haar man. Haar man weet dat ze eigenlijk niet echt getrouwd zijn. Door haar kinderen te doden. Ze is een barbaarse koningsdochter. En Jason is een beschaafde Griekse held. Held moet dat zijn. Medea verraadt dus vader en land om haar geliefde te volgen. Dus met andere woorden, we hebben een barbaarse koningsdochter en een beschaafde Griekse held. Dan vraag B. Waarom geeft Lanoa wel het volledige verhaal? Wel, hij wil alle aspecten van liefde in de relatie tonen. Dus hij wil die verliefdheid tonen die Jason en Medea in het begin voelen ten opzichte van elkaar. En hij wil dan die sleur die tegen het einde eraan in aan het komen is, dat wil hij ook tonen. Dus hij wil eigenlijk die evolutie van die relatie tonen. Dus we zien daarom Jason en Medea van begin tot eind, om het zo te zeggen. Op welke manier speelt Lanoa met dat idee van die barbaren ten opzichte van die beschaafde? Wel door te spelen met de taal natuurlijk. Het taalverschil, we hebben de Vlamingen die dan de barbaren zouden zijn tegenover de Nederlanders die dan de beschaafde zouden zijn. Anderzijds speelt hij ook met de kostumering. Je kon dat zien in het filmpje. Dus Medea en iedereen die van de familie van Medea is heel kleurrijk gekleed. Tegenover Jason, die is dan in het grijs en in het blauw gekleed, veel soberder gekleed eigenlijk. Leg uit waarom dit opnieuw verwijst naar de reden waarom Medea een relatie met Jason onmogelijk vond. Wel, je had die verschillende culturen en Medea dacht dat die verschillende culturen, dat niet zou lukken. Dat contrast wordt daar benadrukt. Het is moeilijk om de twee culturen met elkaar te verenigen. Moeilijk tot onmogelijk zelfs. Dan vraag E. Hoe wordt dat door Jason dan vermoord? Hij zegt dat hij nuchterder is dan Medea. Hij verontschuldigt zich als het ware voor zijn minder stormachtig zijn in zijn gevoelsuitingen. Dus hij zegt, ik ben zo niet opgegroeid, ik ben zo niet opgevoed. We hebben verschillende gebruiken.
verschillende culturen, dat komt hier opnieuw naar voren. Dan, hoe zie je dat in dat fragmentje daar in je cursus? Wel, je hebt gezien dat het gaat om Vlaams tegenover Nederlands, maar er zit ook nog iets anders in qua taal. De barbaren spreken ook anders dan de beschaafden op deze manier, namelijk dat de barbaren vijfvoetige jambe gebruiken, dus een iets oudere versvorm. En je ziet dat ook in het fragment. Je ziet dat Medea in verzen spreekt. Dat is geen doorlopende tekst. Dat is echt opgedeeld in regels. En dan de beschaafden, dus zoals Jason, die spreken op een modernere manier. Die spreken in proza. En proza zie je ook in het fragment. Dat is een doorlopende tekst daar meer. Jason heeft een heel blokje tekst, dat staat niet in verzen, met andere woorden. Waarom vond Lanois dan de kinderen minder belangrijk? Waarom vond hij dat van minder belang? Wel, die kinderen worden vooral gebruikt als strijdmiddel, als wapen eigenlijk, in die strijd om die liefde. Dus Medea die zich gekwetst voelt door haar geliefde, dat is een veel belangrijker deel van het stuk dan die kinderen die vermoord worden. Goed, dan geef ik jullie ook de opdracht voor de derde les mee. Je hebt dus geen les, de derde les, maar moet wel wat theorie bekijken in je bronnenboek op pagina 317 tot en met 319. Namelijk over het klassiek theater. Veel van wat er daar staat zul je wel al herkennen. Maar wij zouden graag hebben dat je dit samenvat. Samenvat, en je moet dit ook slim samenvatten. Als je dit zou kunnen krijgen op een mogelijk examen, hoe zou dit gevraagd kunnen worden? Vind ik parallellen met andere elementen van de cursus. Graag dus een goede overzichtelijke samenvatting. En die samenvatting zul je ook moeten indienen tegen het einde van de week. Die zul je in de uploadzone op Smart School moeten zetten tegen zondagavond. Je maakt dus een goede en overzichtelijke samenvatting van die pagina's in je bronnenboek. Met andere woorden, dat is geen samenvatting van 3 pagina's lang, want anders is dat niet echt een samenvatting. En je plaatst die in de uploadzone op Smart School tegen zondagavond. Veel succes!